Oké, zijn jullie klaar? Oké, let's go! Holy shit! Yo YouTube, Ace hier met vandaag dus een nieuwe video op mijn kanaal. Oh my god! Yoghurtdrank. Het is vandaag 33 graden en het is veel te warm. Dus vandaag ga ik jullie tips geven om de zon te overleven. Natuurlijk gaan deze tips nutteloos zijn. Ga je er niks aan hebben. En is het eigenlijk gewoon fucked up. Maar doe zeker een duimpje omhoog als we die 1000 likes of meer weer zouden kunnen halen. Zou dat fucking awesome zijn. Ik ben Acid en wij gaan beginnen aan de tips. Want het is... fucking warm. Dus ja, let's go. Oké, voor je aan deze video begint, heb je eigenlijk een paar dingen nodig. Zoals een plastieke zwembadje, waterballonnen en een raar waterpistool. Als je deze equipment hebt, kun je beginnen aan het ding. En dat ga ik nu doen, dus ja, let's go. Marcel heeft ook warm, hè. Marcel ligt daar in een hoekje, niks te doen. Hé, Marcel? Oh. Six and a half hours later. Holy shit! Dit is mijn zwembad! Wow. En nu moeten we hem vullen met water. Let's go! Ik weet niet hoe ik dit ding ga vullen met water, maar het gaat wel lukken. Dus ja. Ja. Het gaat waarschijnlijk heel lang duren op deze manier. Maar het is het beste dat ik had. Oh my god, dit gaat echt jaren duren. Oké, ik heb een gieter gevonden. We moeten het op deze manier doen, anders lukt het nooit. Dus ja, let's go. A few inches later. Fuck. Dan heb je nog de waterballonnen, maar die kan ik niet opblazen. Dus ik leg ze hier gewoon in. En dan heb ik nog mijn waterpistool. Super cool. Ik had beter warm water genomen. Oké, het verkoelt wel. Holy shit. Dit is de zomer. Waar iedereen van droomt. En je kan alles doen in dit zwembadje. Je kan er koprollen in maken. Oké, bij nader inzien toch niet. Je kan erin zwemmen. Yeah. Yeah. En je kan water naar je buren spuiten. Fuck jullie buren. Marcel. Hallo. Marcel. Dit is echt. Leven. Dit is genieten van het leven. Ik heb hier 400 waterballonnen en ik heb er 2 euro voor betaald. Dit zwembad kostte 5 euro in de Bartsmit. Dit is de beste aankoop van de hele fucking zomer. Ik ga hier gewoon in blijven liggen. Dit is leven. Ik ga mijn telefoon halen en een foto nemen. Het is gelukt. Ik heb waterballonnen gevuld. Eentje. Al de anderen zijn bijna kapot gegaan. Maar ik heb wel... 1 waterballon. Let's go. Oké, ik heb mijn foto. Als je mij nog niet volgt op Instagram, volg me dan ook even. Als je deze video kijkt en je hebt die foto nog niet geliked, ga hem even liken. En dan heb ik nu mijn waterballon. Ik weet niet wat ik hiermee ga doen, maar ook, ik denk dat ik mijn kat ga pranken. Want ik weet dat katten water niet leuk vinden. Dus misschien heeft ze ook een beetje verkoeling nodig. Let's go. Mijn kat heeft tijdelijk geen zin om in de maling genomen te worden. Maar misschien raak ik haar met mijn random worp met de waterballon. Let's go. Ik denk niet dat het raak was, maar oké. Okay. Naast het zwembad is er nog een manier om makkelijk af te koelen. En ja, dat gaan we nu doen, dus let's go. Je kunt ook makkelijk afkoelen met melk. Want melk is wit en wit koelt af. Wat doe ik toch? Ik weet het niet. Melk. Oh my god. Ik zit nu letterlijk in een melkbad. Wauw. Wauw. Holy shit. Oh fucking hell. Ja, en daar koel je eigenlijk echt wel van af. Even serieus, ik ben een melkfan. En ik drink heel graag melk. En ik zit graag in melk. Dat was mijn kat. Zij drinkt ook graag melk. En vandaag kan ik gewoon melk drinken op de coolste manier ooit. Fucking nice. Het melkbad probeer je beter niet in een echt. Bad. Maar oké, ik doe het gewoon. Het is hier echt helemaal wit. Het is zo verkeerd. Het is zo verkeerd. Het is net alsof ik in een bad. Marcel, melkje. Mijn kat heeft duidelijk geen zin in melk. Ik zit hier in een... Ik zit erin. Ja. Mijn kat is aan het jagen op vliegjes, denk ik. Je koelt inderdaad wel af van deze melk. Nu ik dit allemaal ga opkuisen. Maar holy shit, je koelt er wel van af. Ik dacht niet wat ik...
van plan was. Ik wou een leuke afkoelvideo maken. Maar ik ben nu in een zwembad beland met melk. Holy shit. Wat doe ik toch met mijn leven? Ja, jongens. Vonden jullie deze video de leukste? Dan zeker even een duimpje omhoog. Ik ben Acid en ik zou zeggen, als je ook eens te warm hebt, smeer je lekker in mijn melk. Ik ben Acid en ik zou zeggen, bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het nu chill? Dan zeker even een duimpje omhoog. En laat in de comments achter hoe jij je afkoelde in de zomer. Ja, ik ben gewoon Acid en ik zou zeggen, ja, is gewoon ziek groeien. Let's go! Fuck, ga ik dit opkuisen. Holy shit. Hopelijk houden de plantjes van melk. Want er is geen andere keuze. Yeah.